Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer lekker Call of Duty spelen. We zijn nog steeds bezig met de MAC 10 naar de Golden krijgen. Oh, ik heb op deze klas nog geen... We moeten er nog 6, als het goed is. Ja, nog 6. We gaan vandaag even focussen op de longshots. Want daar moeten we eigenlijk het meeste nog van. We moeten nog 1 Bloodthirsty. En dan nog een paar detected, maar dat moet wel lukken. Dus we gaan gewoon lekker hardcore spelen vandaag. Ik heb ook een soort sniper klas gemaakt voor mijn... Nee, please. Oké. Okay. Voor mijn MAC 10, zoals je kan zien, echt bijna vol aan accuracy. Zodat we lekker... Het wordt een beetje een camp video vandaag. We gaan gewoon lekker die longshots grinden. Dus ja, laten we gelijk een potje gaan, jongens. Oké, potje nummer 1. We gaan Team Deathmatch, zoals je kan zien, op Apocalypse. Apocalypse is een map die ik niet heel veel heb gespeeld. Dus ik ken de map nog niet zo heel goed. Ik heb hem volgens mij echt 1 keer gespeeld of 2 keer. Dus ik ken de map niet zo goed. Maar we gaan gewoon lekker ons best doen. En we zien wel waar het schip strandt en hoe goed we het gaan doen. Laten we gewoon ons best doen. Natuurlijk die longshots grinden. We moeten er echt nog best aan op. We gaan met deze. Dit is mijn sniper class dus. Ja. Ik hoop dat het een beetje een goed potje wordt. We gaan het zien. We gaan ons best doen. Heb ik volgens mij nu al 3 keer gezegd. Maar goed. Oké, okay, let's go. Drie, twee, één, go. Hardcore team deathmatch. Training time's over. Let's see what. Kan ik niet gewoon hier gaan campen? Wel uitkijken voor mijn teammates natuurlijk. We're pulling ahead. Well, dit is best een prima campplek, right? Wat? Hij zat achter me. Oké. Okay. Ik had niet naar voren moeten pushen. Hoppa, dat is 1. Ik weet niet hoeveel we er eigenlijk bij moeten krijgen, maar wat. Ah, naast me. Spawns zijn zo kut. Het ene moment span je daar en het andere moment span je... Oh, lekker. Oké, headshot. Fijn, fijn. Dag er 1. Jezus, wat als ik scheef. Oké, okay. Dat was echt, ja, het is heel slecht. Wow! Hoe raakte ik daar een headshot, by the way? Oh nee, ik let er niet eens op. Ik had bijna mijn teammate daar ook, maar goed. Lekker. Lekker teammate. Jezus, man. Hij is zo accurate. Accurate dat ik gewoon terwijl ik zo scheef ben. Toch knap. Voor niemand. Oké. Okay. Kan zeggen, ik zag jou lopen. Hallo mensen, where are you at? Fuck, daar dus. We gaan niet per se slecht, maar we gaan ook niet per se goed. We hadden pas 1 longshot kunnen halen. Oeh! Oh, en hij ziet me al voordat ik hem nu kan zien. Insane. We've lost the lead.
Oké, we hebben een kill. Gas! Nee. Drie. Kunnen we anders misschien dan de blotters even kan pakken of zo? Zou ook wat chill zijn. Vier. Nog één. Yes! Hoppa. Wat thirsty. Als het goed is dat de laatste die we moesten. Oké, 6 kills. Kijk, nu gaan we beter. Ik weet dat we voor longshots moeten gaan. Maar deze map is een beetje kut eigenlijk daarvoor. Merk ik. Oké. We staan bovenaan. What the fuck? Oh, oké. Waypoint marked. Misschien niet de beste plek voor een M3, maar oké. Ofwel. Oké, dat was geen fuck. Ooit oh, dat was niet per se een long shot, maar dat was een kill. Daar gaat het op. Ik vind het heel erg awkward. En daar gaat mijn spyplane. Jammer. Oh. Huh? Oké, okay, dat was raar. Ik dacht echt te zweren dat ik iemand zag. Maar we gaan 16 om 9. Not bad, not bad. Zie je een mijntje liggen? Dat autootje, dat vind ik niet heel fijn. Dat autootje gaat denk ik mijn... Sentry vermoorden, ja, dat bedoel ik. Daar ging ik al een beetje vanuit. Ik zag hem daarin rijden. Maar dat is op zich prima. Ah, fuck. Als we hadden blijven staan, hadden we hem kunnen pakken waarschijnlijk. Maar ik kon wel door. Oké, okay. Thank you. Very cool. Oké, okay, dat duurde even, maar ik heb hem. Ah, daar zat er nog één. Ah, jammer, we spannen hem aan de andere kant. Ik had vanaf die plek waar ik net stond nog wel wat kills willen pakken. Gewoon omdat je daar best wel aardige longshots van kan pakken. Maar het is niet anders. Vanaf hier kan je ook wel aardig longshots pakken. Als je het goed doet. Ja, bobbetje. Shit. Jammer, jammer, jammer. We gaan nu wel beter met longshots. We hebben een beetje door hoe de map werkt. Oh my god, ze hebben echt allemaal dikke dingen. Ja, dat bedoel ik. Dit wordt heel kut uitspelen. Gewoon omdat hun die... chopper hebben. Fuck. Ik zie toch niks zo, man. Oh. Oepsie. Oepsie. Auw. Jezus. Ja, dit wordt gewoon naar buiten lopen. Geschoten worden. Enzovoort. Fuck.
Ja, maar nu zijn we aan het... Oh, het wordt spannend hoor. Oprecht. Wat? Ah, aardig gelijk op. Oké. Okay. Lekker. Ah, jammer. 26 om 18, I mean, not bad, not bad. Niet zoveel longshots als ik zou willen, maar... Oh, fuck. We zijn wel heel close tot het einde van dit potje. Dat is één ding wat ik wel weet. Fuck. Dat was heel kut. Ik sprong echt gewoon voor zijn neus van... Hallo, I'm here. How you doing? Kill me maar. Oké, ik ga nu echt heel slecht. Never mind. Ik ben domme fouten aan het maken. Hij killt mij? Er staat een teammate voor mijn neus en hij killt mij. Oké. Okay. Interesting. Helaas. Ook gewoon één verschil. Gewoon één kill verschil. Damn. Boom. Ja, dat dacht ik al. Nice. Ik vond het een lekker potje. We gaan lekker nog een potje spelen, jongens. We hebben in ieder geval één camo erbij. Dus we hebben er nog... hoeft er nog maar 5. Gaat lekker. Aardig wat longshots erbij, volgens mij. Op hoeveel longshots zitten we nu in totaal? Even checken. Als ik dat snel kan checken. Hier. We zitten nu op 8 van de 50. Dus het gaat prima. Dus ik zie jullie in het volgende potje. Oké, okay, potje nummer 2. Weer team deathmatch op Raid. Raid is nog steeds wel een van mijn favoriete mappen. Ik ga er heel erg verschillend op eigenlijk. De ene keer ga ik er best wel goed op. De andere keer, meh. Maar we gaan gewoon mijn best doen. Het voordeel van deze map is wel dat je best wel veel plekken hebt waar je dus longshot kan maken. Dat is een groot voordeel van deze map. Dus dat gaan we ook lekker gebruiken. In ieder geval proberen te gebruiken. Ik ga gewoon straks naar rechts en daar wat kills pakken. Let's go. Doe, je kan lekker hier gaan staan, zeg maar. Algemeen lopen daar wel mensen straks. Hij liep daar al? Damn. Oké, dat had ik niet verwacht. Recht, dat had ik niet zien aankomen. Mijn teammate daar dood gegaan. Maar wel. Ook hallo. Auw. That hurts. Oh. Sorry. Hallo? Oh, dat was geen low shot, jammer. Ze spelen heel raar. Ze spelen heel pussy. Insane. Oh. Prima. Kom op. Oké, dat was een low shot. Ik heb volledig ook in de muur geschoten, maar oké. Ah, fuck. Maakt niet uit. We hebben er in ieder geval één bij. Dus dat is fijn. Beter er één bij dan helemaal geen. Oké. Okay. Wat? Hij ging niet dood. Oké. Okay. Meestal is het gewoon... Ik bedoel, hardcore is meestal one shot. Maar oké. Okay. Het gewoon om 2 keer en hij was nog niet dood. Dat is kinda sus. Hij zat achter me. Ik weet niet hoe, maar oké, okay, sure. Sure, sure, sure. Het is een heel raar potje.
Waar spelen ze? Want ik zie gewoon bijna niet twee kanten, of course. Ze spelen echt heel raar. Ze spelen gewoon overal. Ze zijn niet gewoon op één plek. Dat maakt het voor mij heel lastig om longshots te halen. Dus als ze op één plek blijven hangen, of vaak komen, dat was heel kut, dan is het voor mij makkelijk om longshots te halen. Omdat ik gewoon elke keer de plek tegenover die plek kan staan en dan kan ik ze killen. Maar als ze de hele tijd overal staan, is het best wel naar. Dus dit is een lastig potje. Ik denk niet dat ik heel veel longshots kan halen in dit potje eigenlijk. Oké. Het is echt zo'n raar potje. Ik weet dat ik het al een paar keer heb gezegd, maar goed. We gaan gewoon een fieldmark neerzetten. Niet dat je daar heel veel aan hebt in hardcore, maar oké. Hey! Jezus. Oké. Fuck. Ik schoot ook gewoon op allebei en toch gingen ze niet allebei dood. Heel jammer. Oké. Nou. Mocht ik inderdaad echt bijna geen longshot kunnen halen in het potje, dan gaan we gewoon lekker naar het volgende potje. En dan zie ik jullie in het volgende potje. En lukt het wel, dan mogen jullie gewoon lekker verder kijken. Maar ik ga er niet echt van uit. Gewoon omdat ze zo op een rare manier spelen. Oké, het laatste potje van deze video gaan we in kartel spelen. Nou ja, jullie hebben wel gemerkt dat ik hem door heb geskipt. Het volgende potje in de edit. Dat komt omdat, nou ja, de rest van het potje heb ik eigenlijk 1 reveal kill gemaakt. En voor de rest eigenlijk niks bijzonders. Wat ik nodig heb voor de Mac 10. Dus ik dacht, weet je, we gaan het gewoon lekker doorskippen. Op naar het volgende potje. Fresh start kartel. Niet helemaal mijn map. Maar je kan er wel wat longshots van in krijgen. Omdat je gewoon best wel een afstand hebt. Dus daar gaan we voor natuurlijk. Ik weet niet hoeveel reveals we nog moeten. Daar heb ik niet naar gekeken. Het zou ook wel iets van 10 of zo zijn. In ieder geval, we will see how it goes. Ik hoop dat dit potje beter gaat dan die vorige. Zoals ik al zei voordat we het potje ingingen vorige keer. Is van, de ene keer ga ik lekker op raid. En de andere keer ga ik echt niet echt lekker. Maar ze speelde ook zo raar gewoon. Het ging gewoon niet helemaal zoals ik wou. En dat heb je wel eens. Nee, nieuw potje, nieuwe kansen. Stunt, heel chill. Hij had daar, ze hadden daar gebruik van kunnen maken, maar dat deed ze gelukkig niet. Fuck. Oké, hij zit in ieder geval daar. Dat is goed om te weten, want dan kunnen we proberen om vanaf de binnenkant van dit ding kills te pakken. Grote kans dat hier ook wel mensen al zitten. Oké. Nou, valt mee. Er zitten daar niet eens mensen, what the fuck? Waar zitten deze mensen? For real. Oh, ik ga me niet zeggen dat het weer zo'n potje wordt waar ze gewoon zo raar spelen. We are in the lead. Dat is allemaal via deze kant of zo. Hier wel lijken. Zou kunnen. Hè? Waar de fuck is iedereen?
I don't get it. What the fuck zijn dit, is dit voor potje? Ik heb letterlijk de map 2 keer doorgezocht en ik zie niemand. En er worden ook niet echt kills gemaakt, niet super snel in ieder geval. Mag ik kogels vliegen? Hè? En dan vind ik eindelijk. Oh, daarom dus. De helft van hun zijn gekickt omdat ze inactief zijn. Well, that explains a lot. Dat verklaart waarom het zo verdomd traag gaat. Oh, je gaat me niet zeggen dat het laatste potje die ik wil spelen zo'n potje wordt. Want anders... Oh, er zijn al mensen bij. Oké, top. Fuck. Ik wou wel zeggen, want anders gaan we gewoon het potje leave en dan gaan we een nieuw potje in. Want ik wil wel eindigen met een leuk potje, jongens. What the fuck? Waar nou in? Ik word gestort. Ik zie ze vliegen. Fuck! Kom op, ik ben zo scheef. Waarom? Oh, dan wil ik weer dit spelen en dan ben ik zo scheef. Insane. Die guy staat daar een beetje stil. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar... Oké. Ik wilde mijn teammate omdat ik wou helpen. Top man. Letterlijk, ik heb 2 kills. Eentje was mijn teammate. Oh my. Ja. Oh my god. Hij gaat er ook gewoon weer voor staan. Wat een man. Dat was mijn kill. Dan zie ik eigenlijk mensen en dan worden ze gekillt voor mijn neus. Sage. Dit is weer... Ik weet gewoon niet wat ik hiermee aan moet. Is dit gewoon hoe mensen spelen in hardcore tegenwoordig? Of... Gewoon als een pussy zit te campen in een hoekie. Het ziet er wel naar uit. Het is echt heel kut. Zo kan ik toch geen longshots halen, man. Ik snap het gewoon niet. Wat is hier leuk aan? Wat is er leuk aan gewoon zitten in een hoekie en wachten tot er iemand langskomt? Dat was een hele domme. En ik word gekild door een granaat van mijn teammate. Heel chill. Ja, ik snap dat het hardcore is en dat je voorzichtiger moet zijn, maar... Kom op. Isa pussy doen, man. Zit er sowieso hierheen. Oh, valt me nog mee. Ga gewoon voor kills, niet voor longshots, want dat wordt hem toch niet de hele tijd eigenlijk. Maar de helft van de mensen is ook gewoon de hele tijd inactief. Echt zo'n...
Speel gewoon de game, jongens. What the fuck? Just play the game. Hier zit niemand, volgens mij is pipeline. Dat daar. Ja, die zijn al gekild volgens mij. Ik heb zelf gewoon tot nu toe nog niks gehad aan mijn hele spijplane. Oké. Okay. Never mind. Oké, okay, daar gaan we spijplane. Frick! Echt, wat een raar potje, jongens. Auw. Hij zit er ook nog naast? Oké. Okay. Thanks. Die had ik willen killen, maar oké. Okay. Moet je nagaan, ik heb maar 6 kills en ik sta derde van mijn hele team. Moet je nagaan hoe sloom dit potje gaat. Gewoon. Hallo, mag ik? Dank je. Thanks, very cool. Ik vind het zo jammer dat we dan met zo'n potje moeten afsluiten. Ja. Hij verpest mijn longshot! Ik had jou als longshot kunnen killen, verdomme. Ik weet niet of dat al ver genoeg was voor een longshot, maar toch. Nou ja, het is gewoon jammer dat je dan de video zo moet afsluiten met zo'n raar sloom potje. Dat vind ik gewoon het nadeel aan de hardcore. Maar ja, ik wil die point. Ik wil die freaking longshots hebben. Ik bedoel, deze serie gaat erom dat we de MAC-10 goud halen. En als ik dan letterlijk alles off-camera doe, dat is ook niet leuk voor jullie, denk ik. En natuurlijk is het ook niet leuk om mij gewoon de hele tijd te horen te zeiken. Fucking hell, ga er nou eens weg. Mij deed het te horen zeiken over alles, maar... Ja, als ik echt alles ga doen, gewoon... Als ik alles off camera ga doen, is ook niet leuk, want dan is er van... Hé, trouwens jongens, ik heb alles al gedaan. We zijn klaar. Zonder dat jullie überhaupt gezien hebben of wat. Dus ik probeer het gewoon een beetje af en toe... Een beetje off-stream te doen en off-camera en de andere helft gewoon te doen, maar... Heb ik nou best play? Damn. Ja, dus... Hebben we gewoon best play gehad? Toen wou ik een beetje zat te zeiken, maar... Ja, het is gewoon jammer, maar dat heb je wel eens gewoon in zo'n game. Ik hoop in ieder geval... Ik ga gewoon straks misschien nog een paar potjes doen, zodat we wat verder zijn voor volgende keer. Zodat we hopelijk volgende video... hem echt goud kunnen hebben. In ieder geval, sorry voor al het gezeur en gezanik over de game. Ik probeer niet... geen video's te maken waar ik gewoon alleen maar in zeik. Dus sorry daarvoor. Soms heb je dat dag niet helemaal lekker loopt. In ieder geval, ik hoop dat jullie allemaal een leuke video vonden. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!